Welkom kijkers van SBS6. Jij daar, hè? Hi. Hallo. Hey. Goedemorgen Nederland. Hallo. Goedemiddag. Welkom. Mensen. Even huishoudelijke mededeling. Dit is een waarschuwing. Misschien mag ik iets verklappen. Kijk, jij wil natuurlijk wel weten wat je hier allemaal mee kan verdienen natuurlijk. Inderdaad. Niet veel. Lekker. Denk je dat wij echt serieus hier de hele dag mensen zitten te belazeren? Ja. Wat zal ik daar eens over zeggen? Kom op. Dat weet je niet. Nou, moet je even nagaan. Soms krijgen mensen... Geen geld. Geen geld. Geen geld, hoor. Ja, dat valt tegen. Want dan ben je een beetje de sigaar. Dan heb je pech. Haha. En dat kan jij vandaag zijn. Op een doordeweekse woensdag. Mij maakt het geen bal uit, eigenlijk. Voel jij je een winnaar vandaag? Oh ja, joh. Jammer dan. Dit is gewoon keihard onzin. Dat weet jij zelf ook wel. Het is allemaal niet goed. Nou, dat lijkt me duidelijk, hè? Zo ben ik gewoon. Het maakt me ook geen zak uit. Nee. Ja, inderdaad. We hebben het over. Of je gelooft gewoon wat ik zeg, of je gelooft het niet. Ja, precies. Maar het gaat er maar net om wat jij met die informatie gaat doen. Wat ga jij doen? Ga je het doen? Ja? Nee. Oh, je hoeft ook niet mee te doen. Kijk, ik krijg sowieso wel iemand. En als ik je echt moet gaan smeken, dan laat maar, hoor. Maar, denk wel goed na. Kijk, ik sta hier toch. Ik sta hier toch. Jij zit daar toch. Ja, en ik zit hier. Oh ja. Misschien kunnen we het nog wel wat gekker maken. Het is Nationale Verwendag en ik wil jou verwennen. Ja, alle mannen die nu zitten te kijken. Ik doe er niet moeilijk over. Wil jij? Kom dan. Doe het gewoon een keer. Pak me dan als je kan. Want als het op straat ligt, dan loop je er ook niet overheen. Ik ben gewoon heel makkelijk. Alsjeblieft. Je zou niet eerste zijn. Probeer het maar een keer. En we doen het gewoon ook samen, hoor. Ja. En daarbij... een massage. Vanochtend heb ik er al een aantal gehad, hoor. Chef Usuma en Jason. Robert. Johan. Martin, Filip. Jurjen. Douwe. Ali. De ene stonk nog erger dan de andere. En dan lig je daar. In de Amsterdam Arena. Ja, daar neem ik dan een paar varkens bij. Nee, we hebben het natuurlijk over die grote grijze met die slurf. Oh ja, die. Vind je die ook lekker, of niet? Ja, en als ze niet slijten, dan worden ze 9 meter lang. Make my day! Mijn hele benen zitten ook onder de blauwe plekken van 2 ongelooflijk joekeloeres grote... die enorme joekels. Nou, is dat niet heerlijk? Ik voel hem nog. En weet je wat ook heel lekker is? In de mond. Dat kan natuurlijk ook. Misschien vind je dat wel veel fijner. Ik vind dat altijd zo smerig. Ik vind het echt normaal niet lekker. En nou eet ik heel veel, hoor. Ja, je moet daar je best voor doen. Ik ben er best wel in getraind. Op school heb ik dat gehad. Ja, als je onder de 16 bent, vraag dan wel even toestemming aan je ouders, hè? Hm? Nou, zal ik je verschillende variaties geven nu? Van achteren. Grieks. Naar achter, denk ik zo, hè? Dat komt vaak voor als oefening in het leger. Lijkt me lekker, toch? Jawel, maar het moet wel natuurlijk van beide kanten komen. Dus dubbel, dubbel. Maar dan zeg maar andersom. Kik hoor. En ik word er steeds handiger in. Je hebt trouwens ook die Engelse variant, ja. We hebben het over een banaan. Ja, of 2 mannen of 2 vrouwen, het kan allemaal, hè. Ik zou het wel weten. En ik zei al... Ik vind Frans ook altijd heel lekker. Dat zei ik net ook al. Noem de hele mikmak maar op. Inderdaad, zo kan het toch best wel leuk zijn. Kom maar op, ik kan jou alleen maar uitnodigen. Ik nodig je uit. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je gewoon best wel een volwassen kerel bent. Dan zou ik zeggen, pak is wat vaker... Het begint met een P en het eindigt op imol. Die gebruik je niet dagelijks. Ja, sommige mensen wel. Waar maak jij er een papje van? En dan haal ik het eruit. Heerlijk. Oer-Hollandse pot. Hè, de voorpret is natuurlijk alleen al leuk. Ja. En nou jij nog. Ja, of ben je bang dat je jezelf niet in de hand kan houden? Ik weet welke maat je hebt. Kan ik jou niet zo... door die camera heen trekken? Dat is wel aantrekkelijk, hè? Wil je dat? Ja, ik hoop het wel. Mag je helemaal zelf eten. Dan daag ik jou uit. Als je wil. Aha. Vast wel, toch? Nou goed. Dan moet je natuurlijk voor jezelf even goed kijken. Nou, voor de mensen die het nog niet hebben gezien... Ik ben een beetje moedeloos van je, hoor. Je let helemaal niet op, hè? Want ik heb 2 enorme airbags. En daarbovenop slagroom. Wil je ze zien? Nee. Nee? Nee. Nee. Oh, dan heb ik wel een probleem, denk ik, straks. Ik weet niet wat hier gebeurt vandaag, maar kijk, het is zo. Weet je wat? Weet je wat ik ga doen? Weet je wat ik ga doen? Ik ga je wel een klein beetje helpen. Heb je daar zin in? Ja, wij wel. Want jij ligt daar dus nog gewoon lekker, hè? Onder je donse dekbedje.
Ja, dat is lekker. Dan ben je al een heel end. Dat is lekker. Even moet je je gebruiken. Keiharde smeerworst. En pak hem gewoon met beide handen aan. Dan ben je echt goed bezig. Sowieso even leuk om te proberen, hè? Want het is echt een heerlijke grote jongen. Wauw. Ik vind hem lekker. Ik begin het ook aardig te voelen nu, zeg maar. Ik kook eigenlijk wel een beetje van binnen. Ja, wat gaan we nou doen? Jij gaat het nu doen. Doe het maar even dan. Je mag er best even de tijd voor nemen. Ja, ja. Maar het moet natuurlijk wel leuk blijven voor ons allebei. Ik heb er zin in. Het is nu of nooit. Jij en ik voelt prettig. Daar gaat het natuurlijk om, hè? Kijk, dat is ook het leuke van dit programma. Het is interactief. Doe je ding. Doe je best. Ik weet zeker dat jij me straks trouwens wel wil zoenen. Gegarandeerd. Tongzoen? Kom je doen? Ja, dan gaan we knallen, hè? Oh. Ja, kom maar. Het is een verwendag, absoluut. Joehoe. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, en daar moet je mee doen. Echt waar? Ja, voor je het weet, dan is het weer klaar. Ja, precies. Hé, maar dat is leuk. Dan krijg ik jeuk. Lekker, hè? En ik laat het nu gewoon een beetje aan jou over. Ga door op deze manier, want het is de moeite waard. Ik wil jou. We doen het samen. Het komt vanzelf. En het mag er dus uit. Dat lijkt me wel heel erg fijn. Lekker, toch? Heel lekker. Echt heel lekker. Ja, kom maar op. Kom maar op. Je hebt het helemaal zelf in de hand. Kom het maar doen. Hey, kom op. Grijp die kans. Hij is heel lekker. Heerlijk gewoon. Nou, het is volgens mij wel lekker. Het wordt ook nog spannend ook. Het komt er nu op aan. Wat houdt jou nou nog tegen? Kom dan. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 250 keer. Ja, is dat nou te veel gevraagd? Ja, dat is misschien nog best wel een klus. Kom op nou. Oké, kom op. Doe het. Zet door. Het is te lekker dit. Jij gaat lekker je weekend in. Gezellig. Het mag eruit. Kom op. Het kan eruit. Het komt vanzelf. En het gaat er ook uit. Op een knallende manier. Kom maar. Kom maar op. En dan richt je even de televisie. Nou. 4. Ja, ga dan. 3. Kom maar. 2. Doe maar. 1 en pomp. Ja, kom maar. Laat maar komen. Ping. Oké. En? Oh jee. Zo. Graag gedaan. Ontspan. Ja. Ik weet ook niet meer wat ik erover moet zeggen, hoor. Zorg dat je nu niet in gesprek bent. Ik ben benieuwd. Gaat bij jou de telefoon? Met wie spreek ik? Michiel spreekt u. Michiel spreekt u. Je mag je televisie even wat zachter zetten. Weet je wat de bedoeling is? Ik heb nodig van jou 4 cijfers tussen de 0 en de 9. Dan gaan wij kijken wat de toegang is tot die kluis. Dus heb je alsjeblieft een 4-cijfercode voor me? 2. 2. 0. De 0. Nog een 0. Nog een 0. 5. 5. Dan gaan we nu dus kijken of de kluis hiermee open gaat. En dat gaat hij helaas niet. Wat had het moeten zijn? Stond er iets op de juiste plek? Ja! Je begon goed. Je begon goed. Never saw, been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves.